Vorige les hadden we al iets verteld over energiebronnen en energiesoorten. Ik ben eigenlijk niet zo gelukkig in het handboek met de termen windenergie, zonne-energie en waterenergie. Want zon, wind en water zijn eigenlijk geen energiesoorten, maar zijn energiebronnen. De zon is een bron van energie. De zon levert ons warmte of thermische energie. Maar de zon geeft ook licht en levert dus ook straling of stralingsenergie. Hetzelfde geldt voor de wind. Windenergie, ja, de wind is eigenlijk een bron, een drager van energie, want de wind waait met een bepaalde snelheid en heeft dus een soort kinetische energie. Water, als dat water stroomt, heeft dat water een bepaalde snelheid, een bepaalde massa en heeft het dus kinetische energie. En als het water van een bepaalde hoogte naar beneden dondert om bijvoorbeeld een lat om bijvoorbeeld een rad te laten draaien, dan bezit dat vallende water potentiële gravitatie-energie. Alle energie die opgestapeld zit in batterijen, voedsel, brandstoffen, noemt men chemische energie. Warmte-energie is bijvoorbeeld de energie die geleverd wordt door vuur. Het vuur is een energiebron en die levert ons warmte, warmte-energie. En de kerncentrales, daar zal kernenergie gebruikt worden om elektrische energie te gaan produceren. Maar daar later meer over. Energie kunnen we overdragen van één systeem naar een ander systeem, of energie kunnen we omzetten van één vorm naar een andere vorm. We zullen later zien in de wet van behoud van energie, dat we dat niet kunnen creëren en dat we dat niet kunnen vernietigen. We kunnen energie alleen omzetten van de ene soort naar de andere soort. En als de ene soort afneemt, dan zal de andere toenemen. Of we kunnen energie overdragen van één systeem naar een ander systeem. Bekijken we twee voorbeelden. Bijvoorbeeld links onderaan zien we een boogschutter. Die boog die wordt opgespannen en die boog bezit een elastisch potentiële energie. Wanneer die boogschutter die boog loslaat, dan wordt die elastisch potentiële energie van die boog overgedragen op de pijl. En dan vliegt de pijl weg met een bepaalde snelheid en krijgt hij dus kinetische energie. We krijgen dus een omzetting van elastisch potentiële energie van de boog naar kinetische energie van de pijl. We krijgen een energieomzetting, maar tegelijkertijd ook een energieoverdracht van het systeem boog naar het systeem pijl. Kijken we naar de man op het skibord. Dan zien we dat hij bovenaan de berg heeft hij heel veel potentiële energie en nauwelijks snelheid, dus geen kinetische energie. Wanneer hij met zijn snowboard de helling afgaat, dan merk je dat hij onderaan de helling heel veel kinetische energie heeft. Hier krijgen we dus geen overdracht van één systeem naar een ander systeem, maar wel een omzetting van elastisch potentiële energie van het systeem snowboard skier naar kinetische energie van het systeem snowboard skier. Goed, een opdracht voor jullie. Het zal aan jullie zijn om eens een conceptmap te maken waarin al die verschillende begrippen in verband met energie aan bod komen. De begrippen die aan de linkerkant genoteerd zijn van deze slide dienen allemaal in jullie conceptmap voor te komen. Veel succes ermee.